Hé, hey. Hey. Oh, dit is te laat. Hé, hey, hadden je nog? Ja, ze zijn je telt. Die potloden moeten hier ook. Zijn die ook al dubbel geteld? Ja. Oh, dat is hier. Oh, nee. Televisie. Ja. Hé. Hey. Dat is alles. Ja. Als laat. Dus pas in de loop van de komende uren zal helemaal duidelijk worden hoe het zit met de restzetels en andere zaken. Maar een goede indicatie kunt u krijgen op basis van deze prognose na 15 stembureaus. Het CDA, 2201 stemmen. D66, 1881 stemmen. VVD, 1549 stemmen. Best Open, 1780 stemmen. PvdA, 918 stemmen. Jo, 1321 stemmen. Gemeentebelangen, 940 stemmen. ChristenUnie, 504 stemmen. Het opkomstpercentage is 50,34%. En dat betekent dat de kiesdeler is bepaald op 528 stemmen. Ervaren rekenaars onder u kunnen dan een voorspelling doen over de restzetel, maar absolute zekerheid, zeg ik nogmaals, hebben we pas in de loop van de avond. Op basis van de huidige absolute aantallen zou het CDA recht hebben op 4,17 zetel, D66 op 3,56, de VVD op 2,93, Best Open op 3,37, PvdA 1,74, Jo 2,50, Gemeentebelangen 1,78 en ChristenUnie 0,95 zetel. We blijven de komende uren, en dan wordt, kan ik u verzekeren, achter de schermen keihard gewerkt om al die uitslagen ook definitief te maken. We gaan proberen om dat nog op een enigszins acceptabele tijd voor u gerealiseerd te hebben, maar als u zegt dat gaat het te lang duren, dan moet u met deze prognose doen. Wij werken door, al wordt het midden in de nacht. Maar wanneer ik u een uitslag even dit kan maken, kan ik helaas nog niet zeggen. Gerson Slager, fractievoorzitter van het CDA. Tevreden? Ja, natuurlijk zijn wij tevreden. Want in eerste instantie moet ik zeggen, toen ik hier naartoe ging en ik zag de prognoses landelijk van het CDA 1/3 inleveren qua zetels. En nou, dan denk ik dat wij het hier in best voortreffelijk hebben gedaan. We komen uit, in ieder geval als grootste partij, als je het aantal zetels of aantal stemmen gaat. En daar kijken wij dan ook met een heel goed gevoel op terug. Daarbij is natuurlijk ook dat wij alle andere winnaars, maar we zitten nog met de restzetels allemaal wat gekeken moet worden. Maar iedereen die heeft zijn best gedaan en die feliciteer ik bij deze in ieder geval ook voor mochten ze daarin een zetel gewonnen hebben. Want ik begreep dat gemeentebelangen er ook een zetel waarschijnlijk bij gaan krijgen. Nou, van harte gefeliciteerd erbij. Maar ik ben super blij dat wij als CDA als grootste partij eruit zijn gekomen. Terwijl het tegen de trend landelijk eigenlijk is. Ja, het is tegen de landelijke trend in en dat maakt het in ieder geval dat wij nog gelukkiger zijn dan wij al waren. Want natuurlijk is het zo van, je praat met mensen van wat zal het worden en dan ben je huiverig om voorspellingen te doen. Dat geldt ook voor ons, maar ik wil met name iedereen en hier in Best met name iedereen bedanken die op het CDA heeft gestemd, die toch gezien hebben wat voor sociaal gezicht dat wij de afgelopen 4 jaar hier ten toon hebben gespreid. En wat wij ook nog verder willen uitbreiden in de komende 4 jaar. En daar kunnen de kiezers in ieder geval van op aan. José van der Waarden, D66. Succes. Nou, ik ben hartstikke blij. Ja, het is echt een goede uitslag voor ons. We hebben in ieder geval zeker 3 zetels. En er zijn wat mensen aan het rekenen over de restzetels. En er zit dus blijkbaar wel een kans in dat wij nog een restzetel krijgen. Als we er 4 krijgen, dan vind ik het helemaal boven verwachting. Want dan houden we dus de 4 die we nu hebben.
En ja, dat is toch echt een bestendiging van D66 in Best. We zijn 4 jaar geleden van 1 naar 4 gegaan. En dus je kunt nu niet meer spreken van een eendagsvlieg. Nee, zeker niet. En ook een nieuwe lijsttrekker is natuurlijk toch altijd spannend. En de landelijke trend is natuurlijk ook wel heel erg dat D66 enorm stijgt. Absoluut. Ik bedoel, natuurlijk hebben we daar ook op kunnen meeliften. Daar ben ik helemaal van overtuigd. En aan de andere kant heb je gelijk. Ik ben wel een nieuwe lijsttrekker geweest. En niet iemand met een gezicht wat zo bekend is dat iedereen daarvan zelf zegt... Nou, dan ga ik daarop stemmen. Dus ik voel het wel als een hele grote steun dat er toch nog zoveel mensen op ons en op mij gestemd hebben. Van harte gefeliciteerd en nu aan het werk. Ja, en nu aan het werk. Dankjewel. John Verheijen, VVD... Gelijk gebleven? Ja, wij hadden gehoopt op 3 zetels en we hebben 3 zetels. Ik ben zeer tevreden. Ook weer, zoals heel veel partijen, tegen de landelijke trend in, hè? Ja, dat is iets wat mij ook wel een beetje verbaast. Hè. Het VVD staat er landelijk niet goed voor. We hebben redelijk wat klappen gekregen landelijk. Maar de kiezer in Best is ons trouw gebleven. Ook wel omdat je een hoop dingen hebt gedaan die goed waren bezig voor Best. Ja, we hebben als VVD-fractie ons best gedaan, wel als wethouder, maar ook de fractieleden in de raad. We hebben ons best voor Best gedaan en daar worden we nu voor beloond. Veronique Zeeman, Best Open. Ook succes vanavond. Ja, we zijn weer de derde grootste partij. Zeker van 3 zetels. Dus ik ben dik tevreden. We hebben het hartstikke goed gedaan. Had je het verwacht? Dat is lastig. We hebben er alles aan gedaan. We hebben flink campagne gevoerd met een groot team. En ik had wel verwacht dat we ongeveer gelijk zouden blijven. Nou, we hebben nu meer winst, dus ik ben alleen maar blij. En ook een nieuwe gezichten als lijsttrekker, dat heb ik net bij D66 ook al gezegd. Dus toch wel weer, ja, je moet het toch maar waarmaken. Ja, nou ja, dat gaat nu gebeuren natuurlijk, het waarmaken. Ik ben blij dat we nog de ervaring hebben van Leo in de raad en Leon Kennis. En ik als lijsttrekker, ik ga er helemaal voor, ik heb er heel veel zin in. Dus, en het waarmaken, dat moet nog gaan blijken, ja. Rimbaud Lapere, landelijk ziet de Partij van de Arbeid er niet zo goed uit. Hoe heeft u het hier ervaren? Klopt, ik heb de avond als spannend ervaren. Spannend omdat je toch stiekem hoopt dat het bij onze gemeente anders gaat. Hè? Dat wij wel meer stemmen hebben. In ieder geval evenveel. Bij voorkeur natuurlijk meer dan 4 jaar geleden. Nou, dat is niet gelukt. Wij hebben 200 stemmen minder dan 4 jaar geleden. 4 jaar geleden waren dat ook precies 2 zetels. Dus als je 200 stemmen minder hebt, heb je geen 2 zetels meer. En wij komen uit op 1/3 zetel. En de vraag is of dat kwart, via een ingewikkelde berekening, de restzetel, of die er toch weer bij komt. Nou, dat is spannend en dat weten we op dit moment nog niet. Ja, op die uitslag moeten we gewoon wachten dan? Dan moeten we gewoon op wachten en als ik de burgemeester citeer, zegt hij, het kon diep in de nacht worden. Daar houden wij ons dan wel maar aan vast. Jo van den Bogaert, Jong en Ongebonden, ook succes vanavond, hè? Ja, het is geweldig, we hebben 2 zetels. En ik wil er wel even zeggen, 2 zetels ruim. Hè? In het verleden hadden wij 1 zetel plus een restzetel. En nu hebben we een dikke 2 zetels, bijna 3. Op 5 stemmen na is onze restzetel gegaan naar Best Open, die je net geïnterviewd hebt. Tenminste, volgens mijn berekening. Moet nog even officieel bevestigd worden. Dus ja, zo kun je zien, 5 stemmen tekort, hoe belangrijk het is om wel of niet te gaan stemmen. En, wat vond je van de opkomst? Ja, opkomst vind ik jammer. Ik vind het jammer dat mensen niet de kans gegrepen hebben om hun mening te uiten. Ik zal het volgende vertellen. Overal waar ik kom het hele jaar door, zitten mensen tegen mij aan te zeiken. Ik begin allemaal over politiek. Zeggen, heb jij wel gestemd? Hebben ze niet gestemd? Maar zitten wel kritiek te leveren op wat er gebeurt. Ik zeg, als je niet stemt, geen kritiek leveren. Je kunt er in ieder geval de komende 4 jaar weer tegenaan? Ja, ik kan de komende 4 jaar tegenaan. En Teuntje en ik gaan er weer vol vertrouwen... op onze eigen manier weer knokken voor de mensen die het minder makkelijk hebben in de samenleving. En ja, wij blijven gewoon staan voor iedereen die het wat minder goed heeft. Wout Glaudemans, gemeentebelangen. Hoe voel je de uitslag? Ja, ik vind het prima gaan. Het is min of meer voor bepaalde partijen misschien verrassend. Maar in de grote lijn is het eigenlijk allemaal een klein beetje hetzelfde gebleven, behalve CDA. En voor ons is het toch waarschijnlijk een stijging van een zetel naar 2. En daar ben ik hartstikke blij mee. Ja. Ja. Heb je ook enig idee waar de stemmen vandaan komen? Nou, voor onze partij is het over heel best verdeeld, zag ik. Mm-hmm. Dus dat voelt wel goed, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
En ik heb geen stembureaus gezien waarvan het meer is of minder. Het is allemaal een beetje een balans over heel het beste. Het doet wel goed. Ja, kan ik me voorstellen. Gewoon weer doorgaan de komende jaren? Wat mij betreft wel, ja. En met twee zetels? En met twee zetels. Dus daar ben ik al heel blij mee, ja. Meneer Aalten van der Vlies, ChristenUnie is meegevallen de eerste keer. Ja, omdat ik 4 jaar geleden al gezien heb hoe zoiets in zijn werk gaat, voelde ik me nu redelijk thuis. Maar de spanning van zetels voor je eigen partij, die was aanwezig, zeker. Hoeveel mensen hebben op u gestemd? 504 tot nu toe, zoals nu bekend is. En daarmee komen we zo'n 20 tekort, dachten wij. Maar daar staken de stemmen, want de exegese van de diverse aanwezigen is enerzijds dat we 0,75% moeten hebben van de kiesdrempel. En dan zouden we er zijn. En de anderen zeggen nee, je moet de volledige kiesdrempel halen. En dan zouden we er net niet zijn. Dus op dit moment is één ding zeker, niets is nog zeker. Nee. Dat is mooi gezegd, ja. Maar voor u geen enkele aanleiding om ermee te stoppen? Nee, in tegendeel. Want wat ik van de heer Van Aert heb begrepen, de burgemeester, is dat het theoretisch toch zo is dat we er waarschijnlijk wel een zetel uitslepen. En dan hebben we morgen een feestje, maar op dit moment is het nog te vroeg om al te uitbundig te doen. Dan wachten we daar gewoon even op. Dank u zeer. Eerste keer als burgemeester dat u de verkiezingen meemaakt. Hoe is het bevallen? Nou, dat is een andere ervaring dan wanneer je zelf aan de verkiezingen deelneemt natuurlijk. Dan maak je de kandidaatstelling mee en het verkiezingsprogramma en de ledenvergaderingen. En nu is het rustiger verlopen voor mij. De opkomst, daar wou ik het eigenlijk met u over hebben. Landelijk was het ongeveer hetzelfde als in Best, hè? Is dat triest? Ja, ik vind eigenlijk dat we... Ik ben blij dat we niet onder de 50% gezakt zijn. Laat ik dat voorop stellen. Dat zou ik toch ook wel weer een slecht signaal hebben gevonden. We liggen als Best wederom iets onder het landelijk gemiddelde. Ik vind het eigenlijk jammer. Ik zou echt hopen dat mensen zo doordrongen zijn van het belang om te gaan stemmen. En de belangrijke zaken waar de gemeenteraad over gaat, dat de opkomst hoger was geweest. Maar al met al ben ik in ieder geval blij dat die boven de 50% is. Ik denk ook dat wel iedereen er wel aan gewerkt heeft om het, zelfs ik heb u op tv gezien met een toeter om mensen aan het stemmen te krijgen. Hoe komt het dat het dan toch niet lukt? Ja, dus het gegeven van deze tijd dat mensen pas komen stemmen als er echt iets is wat ze direct aanspreekt. En nou zou je zeggen, dat zouden toch eigenlijk de gemeenteraadsverkiezingen moeten zijn. Maar we zijn kennelijk toch langzamerhand in een situatie geraakt dat een tweestrijd van twee poppetjes op tv meer indruk maakt dan de mensen die namens jou in de gemeenteraad gaan over zulke belangrijke dingen als zorg. Dus ik had graag nog een hogere opkomst gezien, maar ik ben toch niet echt ontevreden. Wat moet de burgemeester nou nog doen? Moet u nog iets begeleiden? Hoe zit dat? Nou, het komende proces is natuurlijk vooral aan de politieke partijen. We hebben nu een voorlopige uitslag. Daar moet ik u altijd voorlopig bij zeggen. Er zijn nog wat discussies over restzetels. In de loop van de nacht zal dat wel duidelijk worden. Maar dan zullen de meeste mensen al wel op één oor liggen. Dus het is even de vraag hoe dan precies. Vrijdag aanstaande komt het Centraal Stembureau bij elkaar. En dan is de uitslag helemaal definitief. Dus ik moet die slag nog even om de arm houden. Maar ja, zodra die definitief is, dan wordt er natuurlijk het proces van de formatie opgestart. En daar zijn de politieke partijen aan zet. Ja, daar hoeft u verder niks meer aan te doen. Nou, helemaal niks is niet waar. De gemeentewet is op dat punt ook aangepast. Vroeger was het zo dat de burgemeester alleen hoefde te worden geïnformeerd als het formatieproces klaar was. Die mocht nog even het coalitieakkoord zien en tekenen bij het kruisje en dat was het dan. En ik heb voor de verkiezingen met de lijsttrekkers besproken. Zou u het op prijs stellen als burgemeester een iets actieve rol zou nemen? U krijgt bijvoorbeeld van mij aangeboden een overdrachtsdossier. Daar staat voor een heleboel belangrijke dossiers in. Wat is de stand van zaken? Wat moet er nog gebeuren? En ik heb ook gevraagd, wilt u mij op gezette tijden informeren over het verloop van de formatie? En dat hebben in ieder geval de lijsttrekkers voor de verkiezingen allemaal gezegd. Ja, dat doen we. Ja, en nu moeten we ook zien of het ook echt gebeurt natuurlijk. Wat ze beloven, moeten ze ook nakomen. Ja, dat geldt altijd voor politici. Hè? Dat is ook een groot verwijt van mensen die het vertrouwen in de politiek verliezen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat deze lijsttrekkers die afspraak zullen nakomen.